Ze flikt het wel. Ja, dat dacht ik toen ik er zag staan, de Caroline. Ja, ze flikt het wel. Ja, zag je het allemaal? Ik weet niet, 60, 70, 80 camera's en microfoons en verslaggevers onderheen. Je kon het niet eens terugvinden. Daar stond ze, ja, met de jurk aan. Heb je het gezien? Met allemaal varkentjes, koetjes en kipje erop. Ja, nee, niet te geloven, ze zo'n groen ding aan. Op de groene gimpies. Daar stond ze, de Caroline, trekt zich van niets en niemand iets aan. Gaat gewoon de eigen gang. Ja, en ik heb daar enorm veel respect voor, vrienden. Los van, het doet niet de zaken wat je nou politiek van de vindt en zo. Laat dat nou even, zet dat nou even aan de kant. Kijk nou gewoon even wat zij in ongeveer 2 jaar voor elkaar heeft gekregen. Dat is toch ongelooflijk? Ja, die hebben ze daar met een paar mensen hebben ze ergens op een boerderijtje of zo zitten vergaderen. En die zeggen van, nou, we beginnen gewoon een BBB. En daar gingen ze dan. Kwam ze aan met een tractor. Ja, in Den Haag. Iedereen lachen. Ah, kijk haar. En ze ging gewoon aan het werk. En keihard. Gewoon loeihard werken. Af en toe zag je de omvallen van vermoeidheid. Die Caroline ging gewoon door. Leren jekkie aan. Het allemaal interesseerde haar. Allemaal niks. Had gewoon haar idee in haar hoofd. En ze wist precies waar ze naartoe wilde. En zie hoe het nu is allemaal, vrienden. Ja, enorme overwinning met de verkiezingen. En zie wat er gebeurt allemaal. De markt, die moet ineens door die uitslag, die moet ineens met haar gaan praten in een restaurantje. Ja, die moet daar ineens naar de Caroline toe. En Wopke, ja, Wopke moest ook op een stoeltje gaan zitten bij haar op kantoor. En mocht ook even een uurtje met de Caroline praten. Ja, de wereld ziet er ineens heel anders uit. Ja, en die Timmermans uit Brussel, ja, die zei van kom maar naar Brussel. Nee. Nee, nee, zei de Caroline, kom jij maar naar Den Haag. En hij kwam naar Den Haag. En ineens zit ze in het centrum van de macht een beetje mee te praten. Ja, en maakt ze een beetje het verschil. Ook in die hele stikstofdiscussie en noem het allemaal maar op. En dat is het, dat is zo knap, vrienden. Uit het helemaal niks heeft ze dit allemaal gepresteerd. En daar, ja... Ja, vrienden, dat vind ik zo geweldig. Ja, en zij is het voorbeeld, vrienden. Voor jullie allemaal, voor ons allemaal. Want als je echt iets wil, en je wil iets bereiken, je wil ergens naartoe, en je zet je daartoe voor 200%, dan gebeurt het ook. Zij toont het aan op dit moment. Het lukt haar gewoon. En dat geldt voor iedereen. En laat je er niet van afpraten, en ook voor jezelf niet. Zeg niet tegen jezelf, oh, het lukt toch niet. Nee, het lukt wel. En als andere mensen zeggen, ja, daar moet je niet aan beginnen. Nee, je begint er wel aan. Dus, en daar is zij het voorbeeld van. Gewoon, ze is begonnen, keihard aan het werk gegaan. En kijk waar ze nu staat. Ja, en zij maakt nu echt het verschil, vrienden. Ja, Caroline. Ren naar een spiegel toe. Ja, kijk jezelf aan. En zeg gewoon keihard. Ik ben trots op jou.